Dit staat me wel, toch? Mooi, en leuk. Deze hebben jullie gedoneerd gekregen? Absoluut. Wordt €17,50 alsjeblieft. Hé, hey, maar hier staat dus wel BTW. Dat klopt. 3 euro komt er dus dan nog bovenop. Ja, helaas wel. Waar voorheen mensen met een kleine portemonnee naar de kringloopwinkel gaan, is het nu ook populair onder klanten om een duurzame aanschaf te doen. Maar dit is geen nieuw product, dus waarom zou je daar weer BTW over moeten betalen? Ja, omdat wij net als andere winkels gewoon verplicht zijn om de BTW af te dragen. BTW is bedoeld dat je dat 1 keer betaalt over goederen. De spullen die bij de kringloop komen, daar is al een keer BTW over betaald. Vervolgens worden die spullen gedoneerd en die gaan rechtstreeks de winkel in. Dus dat betekent dat je eigenlijk dubbelop BTW gaat betalen. Zeker in een tijd dat we eigenlijk willen naar een economie waar we grondstoffen hergebruiken, spullen hergebruiken, ja, kleding circulair. Hergebruiken, circulair willen worden. Ja. En dan heb je zo'n prachtig fenomeen, maatschappelijk initiatief vaak, van de kringloopwinkel en die straf je eigenlijk bijvoorbeeld af.